Ja, wat de publieke opinie aangaat, daar ben ik natuurlijk niet zoveel mee te schaften, weet je. Als het publiek bestaat uit een berg zwaar Mongolen en 1,5 Mongool, ja, wat is die opinie dan nog waard, denk ik, weet je wel. Maar goed, ik ben de moeilijkste niet. Wel. Veel makkelijker dan mij krijgen ze bijna niet. Althans, ik bedoel, ik ben geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat niet. Maar als jij denkt van, joh, goh, ik geef hem eens even een ei over zijn bolletje. Dat mag gewoon, hoor. Dat mag. Ik bedoel, ik word graag geaaid. En niet alleen over mijn bolletje natuurlijk. Ha, nee joh. Maar ik vind het ook lekker als je even zo over mijn bilspleet heen gaat. Vind ik lekker. En dat moet ik weten. Ik weet niet of jij het lekker vindt. Of dat je af en toe dan, als je me aan het strelen bent, dat je ook af en toe even flinke petsen tegenaan geeft. Maar niet te hard hoor, niet te hard. Not too hard. Gewoon een liefdevolle pets, zo op het bibsje. Of misschien als je een hele stoute bui bent ook even tegen het anusje. Vind ik lekker. En althans, het ligt er een beetje aan wie hem dan geeft. Het liefdevolle petsje tegen het poepgat. Neem even Socomel. Neem even Socomelletje. Want ik heb even suiker nodig. Maar goed, we hadden het over mijn aarschat. En de daaromheen liggende streek. Die jij dan al dan niet beroert. Weet je wel? En natuurlijk de publieke opinie, die daar natuurlijk helemaal niks mee te maken heeft. Want het is mijn scheidtunnel. En niet die van jou. Dus daar ga ik over. En natuurlijk dan degene die misschien, althans misschien, ik denk dat we allemaal wel weten dat het ooit gaat gebeuren natuurlijk. Maar als je denkt van, goh, tijdens het strelen en petjes geven, dat je denkt, ik ram er even een vinger in, daar ben ik dan weer niet van gediend. Dat doen we altijd in overleg. Weet je wel? Daar moeten we gewoon over kunnen praten. Communiceren. Zoals dat zo mooi heet in de volksmond. Ja. En die volksmond, die praat alleen maar poep. Zeker de laatste jaren. Ik bedoel, er komt geen zinnig woord uit. Dus ja, of jij dan naar mijn aarschat mag zitten, dat zien we dan wel weer. Nou, ik denk dat we de publieke opinie wel een beetje zo alle facetten daarvan hebben behandeld. Mocht je denken van, god, ik zou graag willen dat je daar nog even je licht op laat schijnen. Dan moet je me gewoon even bellen. Althans, je hebt mijn nummer niet. Dan stuur een berichtje. Stuur een berichtje en dan, je ziet me bijna niet meer. Misschien is dat alleen maar beter. Dan stuur je me een leuk berichtje en dan zeg je van, joh, Finn, ik wil graag nog even dat je daar dat ook even belicht. Hè? En mocht je denken van, goh, ik wil die reet van jou wel eens even bekijken. Dan kan je me ook gewoon een bericht sturen. Maar ik ben niet zo van de mannenliefde. Dus ik heb liever dat je dan een wijf bent of zo. Lekker wijf. Lekker, leuk, gezellig wijf. En dan gaan we gewoon met z'n tweeën 24 uur in de kamer zitten. En dan kijken we wel wat er gebeurt, weet je wel. In principe denk ik niet dat we een heel boeiend gesprek gaan hebben. Want ja, ik heb met heel weinig mensen een boeiende gesprek.
Daarom zit ik ook in de auto tegen de telefoon aan te lullen. Maar goed, jongens, een hele fijne hallo allemaal en een goed uiteinde. Hallo.